beginnen onze tocht boven Limburg in het zuiden van de provincie. Het dorpje Meer en zijn prachtige kasteel. In de Romeinse tijd zou op de plek van het kasteel een vuurtoren hebben gestaan, onderdeel van een keten van vuurseintorens langs de Heerbaan tussen Maastricht en Trier. Het oudste deel van het kasteel stamt uit de 14e eeuw. Sinds de 17e eeuw is het kasteel onafgebroken in bezit van de adellijke familie De Loo. Nu woont Diederik baron De Loo er met zijn gezin. Om het complex te kunnen onderhouden worden ruimtes verhuurd voor zaken als bruiloften, partijen, workshops en zelfs als filmdecor. En iedere herfst is het kasteel meer het decor voor een traditionele slipjacht. Vliegend in de richting van Sint-Geertruid zien we aan de horizon al Maastricht opdoemen en links de Ensiegroeven met daarnaast een bult, de observant. Voordat we Sint-Geertruid bereiken, passeren we eerst Herkenrade. Sint-Geertruid, gesticht in de 11e eeuw. En achter Sint-Geertruid ligt Eckelrade. Bosstrook is het S'avonds Bos, een hellingbos op de scheiding tussen het plateau van Margraten en het Maasdal. Gronsveld ligt voor ons, met daarachter het Maasdal. Maar wij buigen af naar rechts om het Savelbos te volgen. En we zien de eerste wijken van Maastricht, de Heeg, de Wallenschaert en Vroenhof. Volgen we het S'avondsbos, dan vliegen we naar Kadier en Keer.